Plastic. I love plastic. As a packaging, it truly is the best. Stuff like paper gets so soggy, whereas plastic stands up to the water test. Plastic. Use it once and then just throw it out, my dear. Where it goes is not my problem. There's lots of room for stuff upon a lovely sphere. Plastic in 1950. Quite a lot of plastic was produced that year. Well, not as much as the 2000s. They've really moved into the higher gear. Plastic, if you wonder just where all the plastic is that isn't here. Sabadie Kraap, mevrouw Knastenboer. Het is een eer voor mij u toe te kunnen spreken in het verre Kopipi. Mijn naam is Paul Mulders. Ik ben algemeen directeur van de start-up Van Plastic Recycling BV. Met deze presentatie ga ik u meenemen langs ons bedrijf, ons product De Chipper en een beperkt aantal marketingaspecten met als doel u te interesseren om te investeren in ons prachtige bedrijf. De essentie van marketing in vogelvlucht. 1. Marktanalyse of marktonderzoek. Een onderzoek waarin je als bedrijf informatie verzamelt over markten en klanten. Welke markt, wie is de klant en welke behoefte bestaat er? Van Plastic begeeft zich binnen de veelomvattende afval- en milieubranche, specifiek op plastic recyclinggebied. Klanten zijn primair alle Nederlandse gemeenten met uiteindelijk al haar huishoudens. Behoefte bestaat uit het besparen van inzamelingskosten en afname van het alsmaar groeiende plastic volume. 2. Marketingstrategie. Ook wel de weg waarlangs het bedrijf denkt winstgevende relaties tot stand te brengen, is een afgeleide van een strategisch businessplan, wat meestal uitgebeeld wordt in de missie en visie van een bedrijf. De missie van Van Plastic: een bijdrage leveren aan het beter scheiden en inzamelen van plastic voor hergebruik. De visie van Van Plastic: wij vereenvoudigen afvalrecycling door verlagen van het volume van plastic afval en sparen zo het milieu. Via marktsegmentatie, doelgroepkeuze en positionering besluit het bedrijf welke klanten het wil bedienen en hoe. Het identificeert de totale markt, verdeelt die in kleine segmenten, kies de meest veelbelovende segmenten daaruit en concentreert zich op het bedienen en tevredenstellen van deze klant. Van Plastic heeft gekozen voor een geografische segmentatie. De doelgroep betreft de 59 gemeenten in de drie noordelijke provincies met een potentieel van ruim 780.000 huishoudens. Van Plastic maakt gebruik van een geconcentreerde marketing om zo een sterke marktpositie te bereiken. Van Plastic positioneert zich als een oer-Nederlands bedrijf, als enige op de private markt met een sterke NVO-gedrevenheid. 3. Aan de hand van de marketingstrategie wordt de marketingplanning opgesteld. De marketingplanning vertaalt de strategie in actie en bouwt klantrelaties op. Het bestaat onder andere uit de zogenaamde marketingmix van het bedrijf, ook wel de 4P's van de marketing genoemd: product, prijs, plaats en promotie. Van Plastic heeft het product De Chipper ontwikkeld, de eerste portable plastic shredder die voorziet in eerder genoemde behoeften. De prijs van De Chipper is gesteld op €59,90. Voor de eindgebruiker is dit in eerste instantie nul. Een en ander wordt via afvalstoffenheffing verrekend. Het product wordt bij de klant geleverd om vervolgens via de reguliere inzamelmomenten bij de huishoudens afgeleverd te worden. Als promotie wordt allereerst een pilot gedraaid met 3 gemeenten om vervolgens alle gemeenten afzonderlijk te benaderen via directe en persoonlijke verkoop. Tot slot het begrip online marketing. Het internet speelt al geruime tijd een zeer belangrijke rol in de marketing van producten en diensten. Van Plastic ontwikkelt een website met alle denkbare informatie over zijn product. Te denken aan een promotiefilm, demonstraties
en op een ludieke wijze kennis maken met het bedrijf en de chipper. Kortom, een serieuze boodschap met een fun karakter. Ook voor social media wordt de slogan Weg met die rotzakken verder ontwikkeld om een positieve mindset te creëren bij de uiteindelijke eindgebruiker. Mocht u meer willen weten over specifieke marketingonderwerpen, dan verwijs ik u graag naar het boek Marketing Management, de essentie van auteurs Kotler en Armstrong. Ik wil u van harte danken voor uw aandacht en nodig u uit voor een verdere verdieping in ons bedrijf Fanplastic en ons product de Chipper. Ik ben ervan overtuigd dat wij een goed en vooral lucratief investeringspotentieel bieden met ons bedrijf.